Mensen hebben meer dan 200 jaar gewerkt zonder 1 cent uitbetaald te krijgen en ze moesten minimaal 10 uren of langer werken. De mensen werden afgeschreven, boekhoudkundig, in 20 jaar. Een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer komt binnenkort naar Suriname. Deze vertegenwoordiging zal zich hier laten informeren over het slavernijverleden. De Nationale Reparatiecommissie is in Suriname bezig instanties klaar te stomen voor dit bezoek. Op woensdag 10 augustus 2022 werd er een presentatie voor de pers verzorgd over slavernij onder de inheemsen en tot slaafgemaakte Afrikanen. Commissievoorzitter Armand Zunder gaat in op het waarom van deze activiteit. Ja, het ging over het slavernijverleden hier in Suriname. En met name het slavernijverleden van inheemsen in ons land. En Afrikanen die tot slaaf gemaakt zijn. We hebben aangegeven dat het in feite een hel op aarde was. Helemaal niet goed. En dus dat er ook de doorwerking, dat je dat niet moet onderschatten. En deze presentatie is gedaan in het kader van het feit dus dat een 10-koppige delegatie van de Tweede Kamer hier komt naar Suriname. En ze willen geïnformeerd worden over het koloniaal verleden en de doorwerking. En er waren een tal van vragen en ik denk dat het goed gegaan is. Nou, concreet, er moet een standpunt van de Surinaamse regering zijn of komen. En ook van het parlement van Suriname. En wat wij doen is de mensen informeren over hoe naar de opinie van de Reparation Commission, ook ondersteund door de Reparation Commission uit, in het Caribisch gebied, wat voor opinies er ontwikkeld zijn. En wat het Surinaamse standpunt zou kunnen zijn. Ja, nou, in de eerste plaats moeten we aangeven wat de schade is geweest. Wat de materiële schade en de immateriële schade is geweest. En daar zal je een prijskaartje aan moeten plakken. En dan moeten partijen overeenkomen van hoe ze dat allemaal gaan aanpakken. Maar in de eerste plaats moeten er excuses komen. Excuses voor de misdaden tegen de menselijkheid die hier zijn gepleegd. En die excuses moeten in Suriname plaatsvinden. Bovendien is het zo dus dat excuses door de hoogste Nederlandse autoriteiten moeten plaatsvinden. De Nederlandse koning plus de Nederlandse premier. Die moeten hier in Suriname excuses aanbieden. En er moet vervolgens overeenstemming bereikt worden over een programma van herstel. Hoe ga je de schade herstellen? Kijk, de middelen die moeten in een fonds. En een fonds, dus dat revolverend is, dat de middelen die nog niet gebruikt worden, dat ze internationaal belegd worden, zodat je een bepaald rendement kan krijgen. Vervolgens is belangrijk van volgens welke procedures kunnen middelen worden aangevraagd, moet allemaal al duidelijk zijn. Bovendien ook moet duidelijk zijn wie de beheerders gaan zijn van dat fonds. En er is veel ervaring op de internationale markt, bij internationale instellingen, maar ook bij andere instellingen over hoe je zo'n fonds moet opzetten. Kijk, het zijn twee zaken. Als je na consultatie van de gemeenschap tot de conclusie komt dat je A moet doen, of B of C, dan moet je dat doen. Het kan zijn, kijk, ons uitgangspunt is dus dat je projecten en programma's moet gaan ontwikkelen. Maar het kan zijn dus dat er zo'n sterke beweging is, dus dat men ook op persoonlijke basis gecompenseerd wil worden. Dan moet je eigenlijk op een bepaald moment het besluit vanuit de basis respecteren. En dan, je moet er goed over nadenken. Er is veel internationale ervaring, ook op dat gebied. En dan een besluit nemen. Dus je moet het een of ander a priori niet uitsluiten.